als zij gewoon ligt, dan lekt het plas helemaal door. Maar we zijn allebei gestoken door een kwals. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Olivia, lekker eten? Ja. Lekker. Lekker, hè? Een wrappie met tonijn. Ja. Olivia's favoriet, hè, wrap? Ja, kennelijk. Van wie zou ze dat nou hebben? Ik zou het niet weten. Ik heb lunch gehaald en we dachten, Olivia was heel moe, dus we dachten we leggen haar zo in de kinderwagen. Maar zodra je haar neerlegt, dan is ze weer klaar wakker en ze wil gewoon niet slapen in de kinderwagen. Maar ja, prima, we gaan na de lunch wel gewoon weer terug naar het appartement. Onze lieve Olivia heeft weer een mega middagdutje gedaan. Ja, je ging lang slapen. Je wordt zo moe hier. En nu gaan wij rijden naar Calador. Dat is een plekje hier vlakbij. En dan gaan we even het plekje verkennen. Het is nu 5:20. Kunnen we daar eventjes rondlopen. Misschien even een ijsje halen of zo. En dan gaan we eten. Ik denk dat we wel weer hier gaan eten. Zodat we snel thuis zijn als mevrouwtje moe is. Een schattig dorpje. Wat zie je? Ik hoef mijn voeten niet in die vissen. Nee. We gaan een muppie doen. Nee, we gaan niet muppies voeten in de vissen doen. Het is wel een leuk dorpje. Het is best wel rustig. Ja, heel rustig. Nou, ik heb net een ijsje gehad. Dit is trouwens mijn outfit. Een broekje. En ik heb een beetje verbrand op mijn rug. Dus ik heb even zo'n ding aan. Sven is op zoek naar een riem die we ooit hebben gekocht op Gran Canaria. En hij hoopt dat ze ze hier ook weer hebben. Maar het lijkt er tot nu toe niet echt op. Het is mooi. We zijn weer terug op het resort. We hebben net lekker gegeten. We zitten nu bij ons barretje. Bij ons barretje zitten we. We hebben een rum cola. En Olivia leest nog even een boek. Die heeft ertjes dingen rondom de mond zitten, maar ik heb geen doekje mee. Tenminste, geen vochtig doekje.
dus dat maken we straks wel schoon. Nu nog heel even chillen. Het is 7:45 of zo. En dan gaan we zo richting appartement. Ja. Dat is weer lekker, hè? Dat was heerlijk. Ja. Echt top dat. Oké, het eruit gaan met de auto. Ja, wil je ook wat vertellen? Vond je het leuk om met de auto eruit te gaan even? Ja, hè? Ochtendritueel in volle gang. Ja, goedemorgen. Wij zijn wakker geworden. En Sven heeft het bed van ons weer in de kamer gesleept. En Olivia drinkt de rest van haar flesje. En we gaan. We komen erachter trouwens dat die zwemluiers, dat die denk ik alleen bedoeld zijn voor zwemmen. Want als zij gewoon ligt, dan lekt het plas helemaal door. Die wasbare zwemluiers. Ja. Dus ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik ga zo mijn schoonzusje maar eens even appen, want die had ook die zwemluiers voor de jongens. Even vragen of zij dat weet. Maar we hebben dus voor de zekerheid maar een pakje weer weggooien zwemluiers gekocht. Want letterlijk, de hele buddy komt anders onder het plas te zitten. Maar goed, we gaan zo ontbijten. Ja. In Olivia's ochtendslaapje, die best wel lang duurde trouwens, heeft Sven lekker gesport. En ik heb gelezen, ik ben in het boek De Tropenbruid aan het lezen van Suzanne Smit. En ik vind het echt een heel leuk boek. Een van mijn lievelingsjeugdboeken is Saartje Tadema. En het gaat over een meisje in het burgerweeshuis in Amsterdam. En dit boek begon, naar mijn grote verbazing, ook in het burgerweeshuis in Amsterdam. Dus dat vond ik super leuk om te lezen. En Olivia, je ligt lekker hier. We zijn nu op het strand. Er is dus een baaitje hier bij het resort. Sven is gaan snorkelen. Die heeft een snorkel en een duikbril meegenomen. Dus die is eventjes het baaitje aan het verkennen. En ik denk dat we straks omdraaien. Dat hij dan Olivia neemt en dat ik eventjes kan gaan snorkelen. Maar het is wel echt heerlijk hier. Je ligt lekker in de schaduw van de bomen. Dat is helemaal perfect. Lekker te chillen. Kijk eens. Dat is Olivia. Gezellige. Ja. En Olivia doet het nog steeds zo goed. Vanmorgen bij het ontbijt was ze een klein beetje cranky. Was er een beetje zat van. Maar ja, dan ontbijten we gewoon even snel. En gaan we gewoon snel weer weg. Maar echt, ze doet het zo goed. Het valt me zo mee. Op vakantie met baby. Maar wat ons betreft is het dus wel heel fijn dat ze kan zitten tijdens het eten. En dat we haar een beetje kunnen vermaken, kunnen afleiden. Dus ik had het niet eerder willen doen. Al zie ik hier ook echt wel mensen met hele kleine baby's. Echt van 3 maanden oud, soms zelfs 2 maanden oud. Of sommigen gelijk echt 1 maand oud. Dus het kan zeker eerder. Maar voor ons vinden wij dit echt heel fijn. Want nu heeft zij het ook gewoon echt naar de zin, hebben we het idee. Nou, dat snorkelen was echt een top idee, hè? Oh, je hebt echt een vlek op je lens, denk ik. Nee. Ja, er zit wel iets op mijn lens. Je dat nou met je vinger eraf gehaald? Ja. Dan wordt het vast beter. Ja, het is echt veel beter. Oh. Ja. Maar we zijn allebei gestoken door een kwal. Ze zijn op zijn voorhoofd en ik op mijn schouder. Ja, ijsje gaat zo lekker. Oh. Ik zal even een sfeerbeeld geven van uitzicht van bij het zwembad. Eerst even terugkomend op die kwal, dat doet best zeer, hè? Ja, en even dit meisje hoe die van de rap aan het genieten is. Ja, lekker. Ze heeft alle groenten eruit gegooid. Vega rap. Zonder groenten. Die niet meer vega is. Die is lekker, Muppie. Lekker aan het smakken. Heerlijk. Heerlijk, hè? Lekker priegelen. Oh, Muppie op de best. We waren dus maar verhuisd van het strand naar het zwembad. Dat Olivia dan ook lekker kon zwemmen, want de zee was echt best wel heel koud. Dus we deden haar erin en toen ging ze gelijk. Dus toen zijn we naar het zwembad gegaan. En nu heb ik voor mezelf een massage geboekt. Zo heerlijk. Olivia die gaat lekker haar middagslaapje doen, of die ligt nu al in bed. En Sven vindt het dan heerlijk om een film te kijken of ook even een middagdutje te doen. Ik meestal niet, dus ik ga dan of lezen in de zon. En nu dacht ik, weet je wat, ik boek gewoon een massage. Dus ik heb een anti-stress massage van 55 minuten. Hoe heerlijk is dat?
Dit zou ik misschien eerder niet zo snel voor mezelf gedaan hebben, maar ja, ik vind het nu zo fijn om dit af en toe gewoon te doen. Heerlijk! Het is alweer zondagavond. Ja, het is zondag toch? Ja. Bizar. Het gaat echt snel. En wij lopen naar het avondeten. En dit is mijn outfit van vandaag. Dit broekje en een body en een blouse. Dus dan heeft ook een broek en een shirt. Ja. Verrassend hè? Heel verrassend. Verwacht je niet. Ja, maar dat moet ook. Onze... Het is een dresscode. Het is een dresscode. Ja. Je mag niet zonder je mouwen. Je moet even een fun fact doen. Dat ze hier gewoon het hele strand aanharken. Ja. Hier heb je dus een strand. En daar bouwen ze natuurlijk, die kindertjes bouwen zandkastelen en zo. En die harken ze gewoon aan. Elke ochtend is er een meneer dat hele strand aan het harken. Echt elke bizar. Elke ochtend kom je bij een vlak strand aan. Ja. Ongelooflijk. Oh ja, en ze blazen alle dennennaalden van de weg af. Echt, het is hier zo bizar schoon. En wat ik ook super tof vind, is dat het hele resort helemaal een soort van milieuproof is. In de zin van, ze hebben geen wegwerpbekers, geen wegwerpbestek, zeg maar. Want het is natuurlijk all inclusive. En heel vaak heb je dan heel veel rietjes en heel vaak plastic bekers. Hebben ze allemaal niet. Ze hebben ook niet van die kleine flesjes, shampoo en zo, maar van die grote knijpflessen. Ja, ik ben echt wel... Oh ja, en ze hebben overal watertappunten, want in Spanje kan je natuurlijk geen water uit de kraan drinken. Dus ze hebben overal watertappunten, dat vind ik ook echt top. Ik heb vanmorgen hier Zumba staan doen. Daar heeft Sven een klein stukje van gefilmd. Die insert ik nu, wil je hem dan wel sturen, want anders kan ik hem niet inserten. Maar goed. Verder, onze kwallenbeten zijn... Vielen mee inderdaad. We hebben er één dag last van gehad. Heeft het echt wel een beetje gebrand en geprikt. Maar dat nu... Het nodigt niet uit om nog een keer te zeggen. Nee, we durven niet meer. Ik was echt, ik weet niet of ik dat al had verteld, maar ik was echt wel in paniek. Want ik zag overal kwalletjes om me heen. En, nee, ik deed niet best zo'n... wel zeer. Ja, het deed echt best wel zeer. Het is misschien wel verzestvoudigde... Brandnetels. Ja. 10 is overdreven. Ja. Maar wel 6. Ja. Wat wilde ik nog meer vertellen? Ik wilde nog niet. Oh ja, vanochtend is Olivia heel sneu. Ze zat in de kinderstoel en ze is heel druk. En ze ging voorover keihard. En toen headbangde ze met onder haar oog tegen de tafel aan. Dus ze heeft nu een plekje bij haar oog. Maar het viel gelukkig mee. Ze moest natuurlijk keihard huilen. Maar dat duurde gelukkig niet zo lang. Ze was daarna gelijk ook vrolijk en er was verder niks aan de hand. Dus, maar het was wel eventjes schrikken. Goed, wij gaan nu lekker eten. En dan morgen gewoon de laatste volledige dag. En dinsdag gaan we alweer naar huis. Dit is zo snel gegaan. Echt bizar. Eerst even een drankje. Ik heb een pina colada en Sven heeft een Fanta. En mijn vrouwtje is weer vrolijk. Wij moesten jou wakker maken om 6 uur. Je lag lekker te slapen. Oh, dat was ook vanmiddag. Toen hadden wij haar te slapen gelegd. En normaal doen we het bordje erop van we zijn aan het slapen. En dan komt de schoonmaakster dus niet binnen. Maar we waren het bordje vergeten. Dus zij lag in een pikdonkere kamer. En dat, de slaapkamer, zeg maar, daar is ook de voordeur. En je voelt hem al aankomen. De schoonmaakster kwam binnen. Dus zij was gelijk, ja. Ja,
Hola! Super lief natuurlijk. Maar zij begon gelijk te huilen, want ze schrok natuurlijk onwijs. En toen wilde ze niet meer slapen. Nee. Dus toen hebben we haar 2 uur wakker gehouden. Tot 4 uur of zo ging ze weer in bed, toch? Ja. En toen heeft ze dus geslapen tot echt even over 6. En toen hebben we hem maar wakker gemaakt. Ja, en dan kunnen we nu lekker eten, want je kan eten vanaf 7 uur. En dan kunnen we daarna naar huis. Misschien nog even een drankje doen. Gisteren waren we laat, toch? Of gisteren waren we op tijd? Gisteren waren we laat. Toen waren we om 9 uur of zo pas thuis. Ja, we zijn nog langs uit voor laat. Ja, precies. Doet ze trouwens prima. Ik had het echt niet verwacht. Ik dacht echt, ze moet gewoon om 7 uur naar bed. Maar ze doet het echt prima. Ze slaapt gewoon ook langer, 's ochtends. Ja, want ze slaapt elke keer tot 8. Ja. Ze slaapt overdag echt veel. Ja, ze slaapt overdag veel beter. Oh ja. Ja. Maar ze doet natuurlijk ook veel meer, dus ja. Het gaat echt boven verwachting goed. Oh, nu kan je ook wel er mondjes zien hier. Oh, zo sneu. Zo zielig. Ja. Goedemorgen, tijd voor het ontbijt. Hallo, tijd voor het ontbijt. Zo, Sven is gaan sporten en ik ga lezen. Op het balkon wil ik zeggen, maar we zitten op de begaande grond. Dus hier op het plaatsje, want de stoeltjes zijn allemaal bezet. Dat is dan weer jammer. Maar goed. En Olivia ligt een ochtendtutje te doen. Ik ben een beetje verbrand op mijn schouders. Vandaar dat ik dit ding eventjes aan heb. Om extra mijn schouders te beschermen. Wij liggen weer lekker bij het zwembad. We hebben net gezwommen. Ben je even hoi zeggen tegen de kijkers? Hallo. Hallo. Wij zijn weer naar Caladorp gereden. Olivia die was in slaap gevallen op weg naar haar middagdutje in de buggy. Dus daar sliep ze niet zo lang in. Dus toen dachten we, nou weet je wat, we gaan nog even naar Caladorp. En daar heeft Olivia een souvenir gekocht. Laat je eens even zien wat jij gekocht hebt. Is deze leuk? Die ze hem helemaal geweldig vindt. Ja. Er staat er echt Mallorca op. Dus die is voor Olivia. En wij hebben ook een souvenir gekocht, maar die ligt onder in de kinderwagen. En iets voor op de wc, want als je ons langer volgt, dan weet je misschien, we kopen altijd als we op vakantie zijn iets voor in de wc. En onze hele wc hangt vol, nou ja, niet zo, we doen het nog niet zo heel lang. Eigenlijk sinds we bij elkaar zijn, Sven en ik. Dus we krijgen van alle vakantieplekjes, zeg maar, bordjes of zo op de wc. En nu zei Sven van, oh, ik vind het wel leuk om een fotolijstje, zo'n heel cheesy fotolijstje, ook met Mallorca erop, te kopen. En dan een foto van ons van de vakantie erin te doen. Dus die hebben we gekocht voor op de wc. Onafscheidelijk met een nieuw speeltje. Oh,
Olivia, heb jij een boot? Olivia. Hi. Heb jij lekker gezwommen? Heb jij lekker gezwommen? Ja, mooi is leuk hè? En dat waren dan de Mallorca vlogs. Hierna gingen we inpakken en gingen we naar huis. De terugvlucht ging iets minder goed dan de heenvlucht. Want Olivia die had heel veel last van haar harde ontlasting. Heel sneu. Ik denk door de warmte en zo. Dat ze gewoon, ja, dat haar lijfje daar even aan moest wennen. En dat toch, ondanks het vele drinken, de ontlasting toch wat harder was geworden. Inmiddels is dat alweer opgelost. Maar in het vliegtuig terug was ze dus iets meer aan het huilen. Maar alsnog mogen we echt niet klagen. Heeft ze het super goed gedaan. Hebben we een heerlijke vakantie gehad. De volgende vlog zie je vrijdag. En we zijn nog 2 dagen weg geweest. Waarheen? Dat zie je in die vlog. Ik hoop dat je deze weer leuk vond om te zien. Geef zeker even een duimpje omhoog. En ik zie je heel graag in de volgende. Doei doei!